En dit zijn dan weer wasvrouwen. De was werd ook op strand gaan voor die hotels. Treintje de badvrouw, ja. Grappig, hè? Als iemand weet hoe het strandleven in Zandvoort is veranderd, dan is het wel Arie Koper. Hij spaart al jarenlang ansichtkaarten van zijn dorp. En die van meer dan 100 jaar geleden zijn nu in het Zandvoorts Museum te bewonderen. Hij is wel mooi, hè? Bij de tentoonstelling Groeten uit Zandvoort. Dat is een hele oude kaart en waarschijnlijk de oudste kaart die ooit is verzonden vanaf Zandvoort. Hij is gedateerd op 7 juni 1896 en hij is naar Duitsland toegegaan. Een paar weken geleden lagen de badgasten nog bijna op elkaar in Zandvoort. Zo druk was het. 100 jaar geleden ging het er wel heel anders aan toe. Nou, het zand lag nog net zoals dat het nu ligt natuurlijk. Alleen, het was iets minder druk. Ja. Want ja, de gewone man die ging niet naar het strand. Nu ligt half Amsterdam er. Wie gingen er dan naar het strand? Nou, dat waren de gegoede burgers, laat ik het zo maar stellen. Ja? En neem bijvoorbeeld heel veel Duitse adel. Je had vroeger in Duitsland heel veel koninkrijken. Zandvoort was een mondaine kustplaats met grote en luxe hotels. En de chique dames die lieten zich met paard en badkoets het water inrijden. De badkoets ging achterstevoren de zee in. Ze gingen onder de luifel, ze kleden zich om in de koets en ze gingen even in het water. Want ze mochten vooral natuurlijk niet echt naakt gezien worden. Dat kon niet. En trouwens, als je bruin werd, dan was je aan het werk. Ja, dat geeft geen status. Dus je moest zo blank mogelijk zijn in die periode, want ze werkten dat. En dan wilde je natuurlijk het thuisfront ook nog even een bericht sturen per ansichtkaart. Ook vroeger kon dat in alle soorten en maten. Dit zijn zogenaamde Leporello-kaarten. En wat zijn dat? Klepjeskaarten. En waarom zijn het klepjeskaarten? Er zit een stukje papier in. Dat is gevouwen als een soort harmonica. En er staan allemaal kleine foto's op van Zandvoort. En dat zijn in principe allemaal ansichtkaarten geweest. Je ziet ze niet zoveel. Want er zit ook veel meer werk aan natuurlijk. Ja. Alhoewel, vroeger kocht je een ansichtkaart voor een cent. En tegenwoordig betaal je een euro of nog meer. Dus... En de boodschap, die schreef je niet op de achterkant, maar op de voorkant. Dat was goedkoper. Hier zelfs door elkaar, hè? Daar konden ze meer kwijt. Oh, dat is echt verticaal en horizontaal door elkaar? Ja, oh, ja. Maar wel een bepaalde techniek, hoor. Is toch niet meer te lezen? Nou, als je goed je best doet wel. Volgende week weer mooi weer, hè? Nou, leuk toch? Ga je naar het strand? Nee. Zandvoort is hier alleen op strand om in de winter. Het is te massaal aan het worden. Ja, nou ja, dan maar naar het strand kijken op je ansichtkaart, hè? Absoluut, ja, leuk. Ja, ja, ja. Nou, toch mijmeren hoe het ook geweest is. Ja. Ja.